Hallo allemaal, het is nu vrijdagavond en ik ga me zo meteen klaarmaken, want wij gaan naar de L-party. Thalisa en ik en onze vriendjes gaan ook mee. Ik heb momenteel nog niet zoveel zin. Ik had de hele dag in mijn jogging gezeten, want ik moest niet echt naar buiten. Ik heb vandaag thuis gewerkt. En nu moet ik me dus nog helemaal klaarmaken, schminken en die donkere kringen onder mijn ogen weg zien te krijgen. Ik heb ook een paar puistjes, dus ik ga mijn werk wel hebben, denk ik. Dus we gaan naar de L-party, die is in Brussel. Dus zoals ik zei, ik heb nog niet zoveel zin, maar ik denk eens dat we daar zijn, zal de zin wel komen. Ik kijk er ook wel ergens naar uit, want ik ben heel benieuwd om te zien wat er allemaal gaat zijn daar. Ik kan me er nog niet zo heel veel bij voorstellen. En ik ben nu Friends aan het kijken. Een van mijn lievelingsseries. En ik was eventjes opgestaan uit de zetel. En wie ligt er op mijn plek hier? Mrs. Milka. Weer super moe. Maar oké, ik ga me klaarmaken. Dit is de make-up die ik ga gebruiken. De concealers. Dat vooral, voor mijn donkere kringen weg te werken onder mijn ogen. Oeps, daar gaat ie. Dan, dit gebruik ik, dat is een foundation, maar die gebruik ik eigenlijk ook vooral voor onder mijn ogen. En dan nu, aangezien het winter is, gebruik ik een foundation van Rimmel, Wake Me Up. In de zomer doe ik dat niet, dan gebruik ik niks van foundation. Maar in de winter zie ik een beetje witter, dus ja. En dan ga ik nog een beetje bronzer, die ik onlangs heb laten vallen. Oh, echt helemaal in brokjes. En dan, ja, het dingetje, het plastiekje is ook gewoon helemaal kapot gevallen. Ook van Rimmel ga ik ook nog gebruiken. Een blush van Clinique. En een highlighter van Benefit, denk ik. Of Urban Decay, ik weet het eigenlijk niet meer. Staat er niet echt op. En dan deze contour palette van Too Faced. Echt mijn favorietje. En ik denk dat... Dat is een mesje dat Lisa stuurt. Oh, ik doe het weg. Thalisa bestie. En dan als laatste ga ik deze gebruiken. Dat is de Naked. Milka is me hier ondertussen aan het lastigvallen. Dat is eigenlijk de Smoky Palette van Urban Decay. Nog nooit gebruikt, bij kerstmis gekregen. Maar ik ga hem vanavond eens uittesten. En Milka zoekt om aandacht. Gaat je me weer lastigvallen? Kleine aap. Hey, wij gaan zo dadelijk naar de L-party. Dus ik heb al mijn make-up gedaan. Ik zou mijn haren nog moeten doen. Maar ik denk dat ik daar geen tijd meer voor heb. Dus ik denk dat ik die zo gewoon ga laten. Een beetje wild, ongekamd. Niet zo mooi, maar oké. Ik ga nu mijn outfit nog kiezen. En dan denk ik dat we gaan vertrekken. Ah, ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het fijn gaat zijn, maar... Kan niet anders, met Celine erbij, dus. Ik ben klaar met mijn make-up en met mijn haren te doen. Ik ben voor de haren eens voor stijl gegaan. Ik heb ze gestyled vandaag, dat doe ik niet zo vaak. Maar ik dacht, oké, een van mijn nieuwe voornemens was om... Oh, Milka is hier ook lawaai aan het maken. Een van mijn goede voornemens was om eens wat meer te wisselen van haarstijl. Dus vandaag ben ik voor stijl haren gegaan. Voor mijn make-up ben ik gegaan voor een iets donkere look aan de ogen. Oké, ik weet niet of jullie het zo gezien hebben, maar anders stond ik het zelfs nog wel een keertje. Dus ik heb eigenlijk mijn Naked palette gebruikt. Ik heb er zoveel gekregen bij kerst. Normaal doe ik mijn ogen niet zo donker, maar ik dacht oké, nu dat ik al die paletjes heb gekregen, was het ideale excuus om eens wat meer oogmake-up te dragen, want die zijn echt te mooi om niet gebruikt te worden. En ik hoop dat het er een beetje oké uitziet. Ik vind al snel dat ik er zoals een clown uitzie als ik veel oogmake-up draag. Maar ik denk dat het vandaag wel gelukt is. Dus oké. Nu ga ik nog een kleedje zoeken om aan te doen. Ik denk dat ik gewoon voor een zwart kleedje ga gaan. Hopelijk niet hetzelfde als Thalisa, want zij heeft dat kleedje ook. Maar normaal hebben we al wel een beetje afgesproken wie wat gaat aandoen.
Oké, we zijn er helemaal klaar voor om naar de L-party te gaan. Nick heeft zich ook klaargemaakt. Ziet er goed uit. Ja. En ik heb toch een ander kleedje aangedaan. Dat is een beetje stomen. Dus dat is een kakkie groen geworden, een beetje lager en zwaar hakken. Dus ik ben er helemaal klaar voor. We moeten nog even tanken, dus... Probeer om te draaien. Ja. Daarna verderop rechtsaf. Ja, 95. Oh, snulleke. Ik heb Geert even opgetrommeld om te tanken. Hij doet dat goed, hij doet dat goed. Mijn outfit gaat je nu waarschijnlijk niet meer zien, want het is hier heel... Ja? Wat? Hallo? Ja? Is het 95? Ja, 95. Anders zou het al te laat zijn. Hè? Dus mijn outfit heb ik niet meer laten zien, maar ik heb gewoon een zwarte jumpsuit aangedaan. Redelijk simpel, niks speciaal. Maar zwart en een jumpsuit kan nooit kwaad. We zijn aangekomen en we gaan nu naar binnen. Hallo. Thalisa bleef nog ietsje langer. Ik ben bevroren, het is ijskoud buiten. Je ziet het aan mijn neus en aan mijn lippen. Mijn voeten zijn echt dood van hakken te dragen. Dus nu heb ik mijn cozy jacket terug aangedaan en mijn UX aangetrokken. Oh, zalig. En nu nog een uurtje naar huis rijden. Oké, het is ondertussen 4 uur, denk ik. Ik ben me al aan het schminken. En dan ga ik eigenlijk mijn bed in kruipen. Ik heb nog altijd mijn jas aan, want ik heb zo koud. Oh, hoe koud is het vandaag? Oké, ik kijk er naar uit om lekker warm in mijn bed te kruipen, onder de dons te gaan. En ik zie jullie snel weer. Slaap zacht. Goedemorgen. Ik ben pas wakker. Het is denk ik 1 uur ongeveer nu. Ik heb gisteren de vlog niet meer afgesloten,
Daarom doe ik het eventjes nu. Het was heel leuk gisteren. Ik heb me echt geamuseerd. En vandaag zal het wat minder leuk zijn. En zal het na heel de dag in bed zijn, liggen worden. Al ga ik straks om 7 uur babysitten. En dan waarschijnlijk nog naar een feestje. Maar dat zullen we nog zien. Dus ik hoop dat jullie de vlog heel leuk vonden. En tot snel!